buurman. En hoe zijn de ballen opgekomen? Nou, kijk nu eens even. Het ziet er wel netjes uit, vindt u niet? Ja, dat ziet er zeker mooi uit. En hoe is nou bij u het resultaat? Nou, ik mag ook niet mopperen. Het staat er allemaal keurig bij. Ik ook niet. Goedenavond, daar zijn we weer, hè? De vierde aflevering weer van de Comedy Parade. Het is wat gaat snel, hè, de tijd, hè? Wat gaat snel, hè? U weet het misschien niet, u misschien hier ook niet. Ik zal even, ik vertel misschien iets nieuws voor de verandering. Deze studio hier in Aalsmeer, daar worden verschrikkelijk veel televisieprogramma's opgenomen, hè? Je hebt de meest belangrijke amusementsprogramma's worden hier opgenomen. De 1, 2, 3 show, de show van Jos Brink. Dit programma, de playback show, Johnny en Rijk, de Appelgaard, er zijn nog zoveel. Nou, ik vergeet er misschien een heleboel nog, want het staat de hele dag hier vol van de programma's, hè. Dus er lopen hier ook vreselijk veel mensen rond. Ik heb wel nagaan die allemaal helpen. Komt er van de week een van die mensen naar me toe, die zegt, ik ben chef geworden. Ik zeg, nou, ik zeg, dat is niet bijzonder. Bij mij in de supermarkt hebben ze al een chef van de pruimenafdeling, zeg ik, hè. Tegenwoordig maken ze iedereen chef. Zegt die chef van de pruimenafdeling, als je er geloof ik niet, en dan bel je toch op. Dus hij belt naar die supermarkt, zegt die, mag ik de chef van de pruimenafdeling? Zegt die chef aan de andere kant, wie wil u hebben? Die van de gedroogde of die van de verse? Ja? Ah, sommige mensen voelen zich veel meer dan ze zijn. Die heb je ook, mensen. Hè? Van de week ook. Ik sta in een café. Wat maak ik toch veel mee eigenlijk, hè? Van de week ook. Ik sta in een café. Komt er een hele grote, dikke vent binnen. Zo'n kerel van een vent. Boom van een vent, zeggen ze wel eens. Hè? Die komt binnen, hè? Die komt meteen naar mij af. Die zegt, wie is volgens jou het sterkste hier in deze zaak? Die zegt, nou, ik laat die man in de waan. Ik zeg, nou, dat zal u wel zijn. Hij zei, als je dat maar weet. Staat er naast mij ook een man, gaat hij naartoe, zegt hij, wie denk jij dat hier het sterkste is in de zaak? Nou, die man, zou u wel zijn. Als je dat maar weet. Staat een heel klein mannetje in een café, zo'n schriel klein mannetje met een brilletje op. Hij zegt, wie denk jij dat hier het sterkste is in deze zaak? Zit het kleine mannetje, zet zijn glas neer, pakt die vent beet, slaat hem helemaal in elkaar, gooit hem zo over de tapkast heen. Krabbelt hij even later over, en die grote vent, gaat hij naar het kleine ventje toe, zegt hij, je moet niet meteen kwaad worden als je het goede antwoord niet weet. Ja. We gaan maar gauw beginnen weer, hè, want u bent er weer voor klaar. U thuis hoop ik ook voor de vierde aflevering van de Comedy Parade. Schat, zet jij de televisie even aan? Dan geef ik de hond even te eten. En schenk voor mij maar een cocktail in. Ik ga de hond even eten geven. Maak ik nog even een warme kop chocolademelk. Ja, ja. En dan ga ik naar mijn bed. Ja, ja, is goed. Ja. Oeh, lekker, hè? Ja, zo gaan we lekker eten. Zeg, Bert, heb jij een pilsje voor mij? Ik zal wel even in de keuken in de ijskast. Je weet waar het staat, joh. Oh, graag. Niet voor mijn beeld. Ja, sorry, man. Marijke, mijn schat. Oh, liefste, ik verlang zo naar je. Nu niet. Wat? Nu niet. Mijn man zit in de kamer hiernaast. Dan kom ik zo weer terug. Ik hou van je. Nou, mijn vrouw is een borstel. Vrouw is wat een borstel? Ik bedoel dat je vrouw met de hond bezig is. Oh, ja, dat zal wel natuurlijk. Dat is altijd mijn vrouw. Ja. Nou,
Hey, kijk nou, dat liep niet eraf. Oh jee, wat nou? Mag ik een nieuwe gaan halen? Ja, in de keuken. Je weet waar ze staan. Heel erg graag. Het ging per ongeluk. Van Nervie. Oh, Marijke, ik kan zonder jou niet leven. Ik moet je beminnen. Oh, lieveling Eddie, ik verlang zo naar je. Naar jou? Kom direct naar mijn slaapkamer. Oh, lieve schat. Dan zal onze liefde hoogtij vieren. Dan zal ik je lichaam kussen van top tot teen. En je beminnen tot in de prille ochtend. Ik hou zo van je. Nou, jouw vrouw heeft het er maar druk mee, hè? Waar heeft mijn vrouw er druk mee? Nou, met die hond en met het hele huishouden en zo. Oh, ja, mijn vrouw is altijd druk. Daar hebben ze de handen vol aan. Voor haar vergeleken is Formule 1 rustig. Nou, ik ben zover. Ik ga naar de slaapkamer toe. Oh. Wel te rusten. Ja. Nee. Dag. Dag. Ja. Dit is jouw vrouw, ze wil je spreken. Oh, die wil natuurlijk weten hoe het bij de dokter is gegaan. Ja, hallo schat. Hoe durf je mij nog schat te noemen? Ik weet wat daar gebeurt, zeg ik. Je hebt een verhouding met de vrouw van Bert. Ja, hij heeft er geen bezwaar tegen als ik het maar kalmpjes aan doe, zei hij. Smeerlap dat je er bent. Heb jij niet genoeg aan één vrouw? 3 per dag. En dan zal het aan het eind van de week zal het beter gaan, zegt hij. Hoe durf jij zoiets te doen? En als jij straks thuis komt, dan ben ik weg. Ik wil je nooit meer zien. Nooit meer. Ja, ja. Afgesproken, hoor. Dag, schat. Waar ga je nou weer naartoe? Ja, ik bedenk ineens, ik heb mijn autolichten laten branden. Stom. Even uitdoen. Lieveling. Eddie, eindelijk. Ach, ik had mijn lichten laten branden, maar dat is nou toch niet belangrijk. Nu kunnen we elkaar beminnen, lief. Hallo, wat dat noemt zich mijn beste vriend. Ik zal hem leren met de handen van mijn... Wat is er? Ik hoor mijn man beneden. Je man? Kom morgen terug, dan is ze de hele dag weg. De hele dag? Ja. Oh, goed, schat. Ik hou van je. Tot morgen. Gek, dat gebeurt me nou wel 3 keer in de week. Vies, Erik. Ik weet dat... Smeerlap, hey. Ik heb daar wel in de gaten met mijn vrouw. Hé, hey, de beste beters. Laat hem los. Jullie hebben een zakje. Ik weet helemaal niks van jouw man. Afzeg. Dat is gewoon televisie. Kijk nou uit. Ach, is hij uit. Ja, ze ben je helemaal uit. Ik heb een beetje brief. Ik weet helemaal niks van jouw man. Afzeg. Sorry. Ik heb ook helemaal niks met jouw man. Dat was waarschijnlijk. Ik heb ook wat te hard gewerkt de laatste tijd. Nee. Ik denk dat ik even naar bed ga. Ik ga slapen. Kom even lekker, jongen. Sorry, wil terugstaan. Oké, okay. Mag zo, hoor. Sorry. Nou, ik zal wel maar maken dat je wegkwam, ja? Eddie. Marijke. Lieveling. Schat. Oh, eindelijk dan toch nu. Lieve vrienden, we zijn hier bij elkaar gekomen voor de huwelijksinzegening van het jonge paar dat hier recht voor mij gezeten is. En mag ik u beide vragen even van de zin op te gaan staan en mij te antwoorden op de volgende vraag. Ja. Neemt u, Adriaan Willem Kneus, deze vrouw als uw wettige echtgenote? Wat is er op uw antwoord? Ik dacht van wel, ja, er zit niks anders op, hè. Het zal wel motten. Dank u. En neemt u, Johanna Carolina van Heemskerk, deze man als uw wettige echtgenoot? Wat is er op uw antwoord? Nou, als dat zou kennen, hè? Dat zou kennen. Oh, nee? Nee,
U neemt deze man niet tot uw wettige echtgenoot? Jawel. Mag ik dan uw ja-woord horen? Ja. Juist. De ring. Welke ring? De trouwringen. Ja, de ring. Jij staat voor de ring. Wie heeft de ringen dan? Oh, Jozef. Jozef en Maria, die hebben de ringen. We hebben de ringen, jongens. Ze komen eraan. Komen eraan, de ringen. Dan kunt u de ringen nu... Natuurlijk. ...aan de vingers geven. Kijk, dank u. Zo is het beter. En dan mag u nu de bruid kussen. Oh. U mag de bruid kussen. Ik ben net in Gent. Zijn er vrijwilligers? Vrijwilligers voor de bruidkussen. Het zijn geen vrijwilligers. Ze zijn allemaal op dieet. Zo. Nou, dat was het dan, hè. Dan gaan we hem avond tussen. We zeggen mevrouw, bedankt hoor, voor alles. U ook. En u ook vanzelfsprekend, hè? U hoort er ook bij. Ja, onze gelukwensen. Dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk. Daar gaan we. Waar gaat de huwelijksreis naartoe? Wij gaan 14 dagen in een tentje op de vuilnisbelt zitten. Vinden we gezellig. Bedankt voor alles nogmaals. Goedenavond. Dag pa. Dag ma. Dag kind. Toch fijn dat onze dochter nog zo goed is terechtgekomen. Komt er zet in het museum. Meneer. Mag je even een pils? Nee. Hoezo nee? Omdat dat geen manier van bestellen is, hè? Ik zal jou dat eens even voordoen. Kom jij eens even hier staan, ga ik op jouw plaats staan. Even manieren leren, vriend. Goedenavond, meneer. Mag ik een pilsje, alstublieft? Nee. Hoezo nee? Je heeft van jou toch ook een beeld? Break! Break! Thuis repeteren, ja? Oké, okay, sorry. Kom, beetje performance. Hoe heet het bandje? Wat is het? Bandje, dit is een orkest. Dat heet Combrio. Hoe? Combrio. Nooit van hoor, Combrio. Zeg, ik heb al jullie platen. Perfect, perfect. Oké, wat gaan we doen? Jij gaat spelen. Natuurlijk, ik pak even de muziek. Ja, sorry. Ja. Waar is de piano? Daar. Oké, neem deze wel. Even. Ik wou even over dat piano gezet. Ik wou hier in het midden, dit begrijp je? Dit al die dingetjes? Ja, natuurlijk. Ja? Eerlijk? Ja, natuurlijk. Hm. Ik wou hier in het midden wou ik niet zoveel banjo's hebben. Daar zitten iets te veel banjo's. Ja? Dus praktisch geen banjo's. Het wordt gauw counter in Westen. Krijg je niet. Geen counter in Westen. Geen Wijngaard. Laat me niet bij. Oké. Oh, maar ik weet waar ik over praat, hè? Zo. Begrijp je? Zie je het daar? Ja. Mooi. Wie is dat? Oké. Okay. Laat het maar proberen dan. Niet zenuwachtig worden. Het is geen proberen. Je speelt op zich. Goed. Oké. Okay. Dan zal ik de annonce maken. Ja. Oké. Okay. Dames en heren, uw gewaardeerde aandacht voor het pianoconcert van Kriek met aan de vleugel André van Duin en als dirigent Ruud Bos. Sorry. Een probleem. Probleem? Het intro. Ja? Is te kort. Kort? Ik was er nog niet. U was er nog niet? Ik was nog niet bij de hoek daar. Ja. Het is te kort. Te kort. Te kort. Hoeveel te kort? Hoeveel? Klein metertje. Klein metertje te kort. Ik ben de hoek nog niet omlaag. Wat moet ik daar dan aan doen? Ja, ik vraag het even aan mijn muzikaal adviseur. Hé, hey, gek, kom er eens bij. Wat zijn de problemen? De problemen zijn... Ja? Zijn intro is veel te kort. De daar introductie... hebben ze mij van de week al over gebeld dat hij een heel kort intro heeft. Dus de introductie is te kort? Juist.
Wat doen we daar nou? Dan even denken. Lijkt het mij het beste om de introductie iets te verlengen. Briljant! Briljant! Verzin dat maar. Verzin dat maar. Ga maar zitten thuis aan de grote tafel. Ga maar zitten krabben aan de tafel. Klink, daar kom je niet op. Daar heb ik hem voor. Ja, briljant. Wordt verlengd. Wordt maar verlengd. Hoe kunnen wij het pianoconcert, de introductie van Grieg, hoe kunnen wij dat nou verlengen? Dat kan toch niet? Heeft hij een oplossing voor? Dan heeft hij ogenblikkelijk een oplossing voor. Komt-ie. Ik bel nu Grieg persoon. Heb je al Grieg op? Nee. Waar woont hij? In Noorwegen. Hoef je niet te bellen, die is nou ons kier. Ja. We doen het om ons eigen. Alsjeblieft, laten we het gewoon nog maar eens een keer doen. Proberen. Natuurlijk, oké, okay, ja. Perfect. En dan doe ik zo, dan ga ik nu vast aan de piano zitten. Dan ben ik sowieso op tijd, ja? Uitstekend. Maar jij even wat te zeggen. Ik doe de annonce. Of wordt het niet vervelend van thuis? Ze weten dat er moet komen. Nee, dat maar staat mooier. Dat staat super. Ja? Elke keer een annonce. Oké. Okay. Ja? Akkoord. Ga zitten. Dames en heren. Uw aandacht voor het pianoconcert van Grieg. Ho! Ze zitten er allemaal op. Mooi. Pianoconcert van Grieg. Had je dat? Spelen mooi. Door André van Duin als dirigent Ruud Bos. Ja, wat is er? Even een probleem. Kan je even hier komen? Ja. Er is een probleem, namelijk. Wat? We zijn hier. Er is namelijk een probleem. Wat is er? Is je weg? Het probleem. Ik kan jou moeilijk zien door de klep. Door de klep? De klep zit tussen ons in. Ah. Dus is het voor jou veel moeite om hoog haak aan te doen? Dan zie ik hem net boven de klep uitkomen. Flippertje, even flippertje. Daar heb ik niet gerekend. Niet gerekend. Nee. Gaat er een ladder in. Kun jij dan, op het moment dat je een teken geeft van mij, even een sprongetje maken? Een sprongetje maken? Even omhoog. Omhoog? Ja, even een omhoog maken. Even een sprongetje. Oké, okay. Ja. Laten we dat maar eens proberen. Oké, okay. Ik vraag om een sprongetje, niet om een wippie. Nee, oké. Okay. Houden de violen niet bij? De violen houden het heel goed bij. Oh. Maar wat speel je? Ja, dat is echt een vlieg. Ja, maar je speelt al een verkeerde noten, man. Ik speel de goede noten, alleen niet per se in de juiste volgorde, meneer Bos. Laat u maar eens even weg. Mag ik even? Wat gaan we doen? We geven iedereen een kans. Waardeloos. Sorry. Ja, ta 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 ta. En hou dat even vast. Heel erg mooi. Ik heb al een half uur afspraak. Dat is natuurlijk nog even prachtig. Heel fijn.
bravelers. En gooi even die wilde bekken van meloenen. Ik moet weg. Ja, natuurlijk. Even, dat gaat geweldig. Fantastisch. Eventjes die passen. Even die hartstocht erin. Geweldig. Prachtig. Ja, hou even vast, berg met de mond. Ja, prachtig. Klaar. Heerlijk gewerkt. Uw pasfoto's zijn morgen klaar. Dankjewel, schat. Maar ik had je niet zo vroeg thuis verwacht. Ah, dat is de beste truc die je ooit gedaan hebt. Bent u dokter Haverhals? De man die mensen helpt die hun geheugen kwijt zijn? Een ogenblikje graag. Tuurlijk. Ja, dat ben ik. Mooi. Vertelt u maar, wat zijn de klachten? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, maar hoe moet ik u dan genezen? Ik vergeet altijd allerlei dingen. En wat zijn dat voor dingen? Dat ben ik vergeten. Ja. Hoe lang heeft u dat probleem al? Welk probleem? Ja. Ja. Laten wij eerst maar even naam en adres en zo noteren. En dan bespreken we daarna uw probleem. Mooi. Kom, ik stap weer eens op. Ik weet ineens. Wat zegt u? Ik probeerde mij mijn naam te herinneren. Ik weet ineens weer. Oh, ja, oh was het dat? Ja. Oh, dat moet ongetwijfeld in mijn agenda staan. Natuurlijk, Een ogenblikje. Ja, hier heb ik het al. Mooi. Volgens mij bent u 11 september. Nee, ik ben 12 januari dacht ik. Weet u wat? Nou, dan zet ik gewoon 3 oktober. Opgelost. Nou, nee, wacht even. Het lijkt me toch beter als u uw vrouw even belt. Uw vrouw zal ongetwijfeld weten hoe u heet. Natuurlijk. We hebben samen hetzelfde nummer, dus dat is vrij eenvoudig, hè? Daarom. Nou ben ik even mijn nummer kwijt. Wacht, dan bel ik even inlichtingen, die weten alles. Oh, daar weten ze alles en overal van. Hallo? Kunt u mij misschien mijn telefoonnummer vertellen? Oké, dank u. Nou, weet u het? 10:23 exact. Nee. En waar bent u geboren? Nou, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Een beetje moeilijk te zeggen. Ja, heel moeilijk te zeggen weer. Een beetje moeilijk heel te moeilijk zeggen. Te zeggen. Wacht eens even. Nou? Is het dan misschien Gasselternijenveen? Dat is inderdaad heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat het is, dat is heel moeilijk te zeggen. Moeilijk te zeggen, hè? Gasselternijenveen. Ik kan het niet, hoor. Nee. Dit is ook moeilijk te schrijven. Heel moeilijk te schrijven. Weet u wat ik doe? Nou? Ik zet gewoon assen. Opgelost. Ja. Mag ik u misschien iets te drinken aanbieden? Ja, graag. Wat heeft u? Nou, op het ogenblik constipatie. Oh, staat die koud? Nee. Ah, ja. Ik heb een beter voorstel. Oh, dank. Waarom nemen wij niet lekker een... Wat? Hè? Mijn secretaresse brengt het mij altijd 's middags om 4:00. Secretaresse? Het zit in een houdertje. Oh, een boezem?
Een boezem. Boezem. Waarom nemen wij niet allebei een boezem om waarom een beetje niet, warm waarom te niet? Worden? Heerlijk, heerlijk. Huh? Ja, wilt u met of zonder melk? Ik graag met melk. Met melk, dan vraag ik dat toch even. Hallo, juffrouw Van Dommelen. Twee boezems met melk graag. Ja, ja nu maar meteen. Ja, nou dan... Hé? Hey. Wat is? Hé, hey, u hebt geen... Geen wat? Kom, hoe heet het? Ik weet niet. Je doet het 's morgens aan... Oh, het gas? Nee, daarvoor. Nee. Oh, de radio. Nee, je kunt er je benen in steken. Badkuip? Nee, 's avonds doe je het uit. Het licht? Nee, het kan soms afzakken. Oh, sokken. Nee, je moet het ophalen. De neus? En nou zak me de broek af. Hup. Wat is? Wat is het? Wat is dat? U hebt geen broek aan. Waarom? Nee, absoluut. Kijk, u mist de broek. Waarom? U heeft ook geen broek aan? We hebben alle twee geen broek aan. Hoest mogen. Dan is het opgelost. Natuurlijk opgelost. Dat is mooi. Zeg, mag ik u heel hartelijk bedanken. Maar natuurlijk, graag gedaan. Nou, heel hartelijk. Het beste hoor. Verder, hè? Dank u. Dank u. Ja, dames en heren. We hebben weer een geweldige gast vanavond. Die komt helemaal uit Frankrijk. Speciaal voor ons programma naar hier gevlogen om zijn medewerking te geven aan onze Comedy Parade. En dames en heren, deze man die dus uit Frankrijk... Even, sorry. Ik sta net achter de douchegordijn. Ik hoor jou zeggen, iemand uit Frankrijk. Ja, dat klopt. Hoe kan je dat doen? Ik praat helemaal geen Frans. Dat maakt helemaal niks uit. Maar juist. Want het is een Nederlander. Ah, net Fransman. Wij zeggen gewoon, hij komt uit Parijs, maar hij komt uit Cromenie. Oké, gewoon volhouden. Geen net Fransman. Het is een Nederlander, maar die woont al jaren in Frankrijk en heeft dan een grote carrière opgebouwd. Zit hij in de bouw? Een carrière opbouwen wil zeggen carrière maken, songs, platen. Oh. Die man is daar een naam. Een naam? Begrijp je? Oh, natuurlijk, welke naam? Dave? Ja. Dave, kom maar de hun namen zijn Dave. Dames en heren, een applaus voor Dave. Voilà. Ja, daar is hij. Hartstikke leuk. Fijn dat je er bent, hoor. Prima. Hallo, Dave. Hallo, het is Dave. Hij is heel bekend in Frankrijk. Ja, natuurlijk is hij bekend. Hij weet van ik. Ja, wat is dit? Dit is een stevige hand. Oh jee. Niet aan te merken. Heel goed doet een bodybuilding, zeg. Weet je trouwens dat hij... Lies, ik vertel net over jou. Wat? Ja, hij is ook ontzettend, net als jij, Dave. Ze vergelijken hem vaak met jou. Oh, ja? Ik zeg net dat ze jou vergelijken met hem. Dat ze denken dat ik het weet. Nee, ook dat nonchalante, dat van Kermijn het gele, dat swingende poepie, joh. Dat heb jij toch ook? Laat even zien. Wacht even, let op. Ja. Wat je nu gaat zien, heb je nooit gezien. Krijg je ook nooit meer te zien. Goede plek. Is het heerlijk? Hoe heet die eerste plaat ook weer van jou? Ja. Jouw eerste plaat, heel bekend geworden. Wacht even. Ja, ik wacht even. Op zo'n rol zat hij, van Edison. Weet je, op zo'n ronde rol. Weet je, heel bekend. Op de cilinder, was erop. Dat was grootvaders klok. Knallen geweest, hè? Laat even zien die bewegingen die je daarbij maakte. Ik weet niet of ik dat... Laat even aan hem zien. Daar kan je van leren. Goed opletten. Dat ga je daar ook doen. Olympia. Ik kijk. Ga uit de bol. Let op. Er ging zo van. Emmen. Van de klok, er was een deftige klok. En hij speelde zo fijn en secuur. Over de hele wereld komen ze hier naar kijken. Oh, ja? Over de hele wereld. Liza Minnelli is drie keer mee te kijken. Drie keer. Nouri, hè, ik heb foto's gemaakt. Philips, die zit thuis nog te studeren. Die denkt, hoe doe ik dat? Die komen over de hele wereld hier naartoe. Fantastisch, hè? Geweldig. Knallen. Ja? Het was weer een breker, hoor je ook. Dankjewel. Perfect. Maar Dave, wat ga je voor ons zingen? Oh. Ik zou het erg leuk vinden om vanavond hier in dit cabaret te zingen. Maar ik hoop uiteraard wel dat jullie daar een groot orkest voor hebben, want dat is een beetje moeilijk anders. Maar... Oh, cabaret. Of wij een groot orkest hebben, vraagt hij. Mag ik even lachen? Of wij een groot orkest hebben? Dit is hier niet van de Arme, dit is van de Trots. Ah. Heren, zijn jullie klaar? Waar zit die scheur? Hier is de scheur. Heren, klaar? Ja. 1, 2, 3. Hoi. Rijk! Zitten blijven, ik zeg wat.
wel wanneer de koffiepauze is. Geweldig. Geweldig. Ja, is geweldig. Ik dacht van wel, hè? Oké, dames en heren. Kom, mag jij hem aan? Dan geef ik wat naar de boys toe, hè? Ik ben niet bezig. Oké. Succes, niet te veel worden. Dames en heren, uw aandacht voor het geweldige nummer Cabaret, zingen door Dave. Once stood in sitting alone with you, life is a cabaret, my friend, come to the cabaret, take out your mistake, your broken crown, not to the devil. Du nord, je viens de là où tout est bas, même le ciel par-dessus les toits. Je viens du nord où les frissons d'accordéon jouent dans les voiles autour des mâts. Je suis d'un pays de bateaux, d'un bout de terre gagné sur l'eau, loin du nord. Éclair obscur, en bleu d'azur, marin d'eau douce et d'eau salée. J'ai vu tournoyer le soleil sur un champ de blé brûlé par l'été. Je me sens bien par ici, je me sens chez moi en plein midi. Oui, je me sens bien par ici, je me sens chez moi, je vis ma vie. Je viens du nord, je viens vers toi, et quand j'ai froid, tu me réchauffes à ton climat. Au vent du nord, j'entends l'écho, les cris d'oiseaux, le long des digues et des canaux. Je revois ce corps à vélo, l'enfant que j'étais, perdu à jamais. Je me sens bien par ici, je me sens chez moi en plein midi. Oui, je me sens bien par ici, je me sens chez moi, je vis ma vie. Le drapeau tricolore se partage mon cœur et mon sort de voyage. Et je me sens bien par ici, je me sens chez moi en plein midi. Oui, je me sens bien par ici, je me sens chez moi, je vis ma vie. Oui, je me sens bien par ici, je me sens chez moi.
hier in een grote hal van een internationaal expeditiebedrijf voor ons programma in de hoofdrol. Dit keer is een onbekende Nederlander de hoofdfiguur, en namelijk de inpakker Manus Melkkoker. Ik ga me straks proberen te verstoppen in deze doos. Op het moment dat hij die wil dichtplakken, kom ik tevoorschijn. Ja, de koffiepauze is afgelopen. Dat wordt lachen. Daar gaan we. Tot straks. Ik had u willen vragen of u mee wilde doen in ons programma in de hoofdrol. In de hoofdrol, natuurlijk. Wat vreselijk leuk, dan, maar dat u dat nou pas vraagt. Dat had u toch 4 weken geleden gelijk kunnen vragen. Ik ga gelijk met u mee. Wat leuk in de hoofdrol. Bent u de hoofdfiguur? Wat fijn. Ik ga gelijk met u mee. Wat leuk. Daar zijn we dan, hè. Nou, dat is voor u wel een hele verrassing dat u nu nog bent gekomen ook, hè. Dat is wel mijn verwachting dat u in die doos zat ineens, hè? Ja, laten we het daar nog maar verder niet over hebben. Nee, maar u zat mooi in die doos, hè. Het was zeker wel donker in die doos, hè. Het was zeker donker binnen. Het was aardedonker in die doos. Maar kun je lekker foto's ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is niet de bedoeling. Dat is toch wel gelachen. Ik zie u nog zitten in die doos. Zoals we al gezegd hebben, nu een... In die doos dichtplakken. Nu een onbekende Nederlander als hoofdfiguur en wel onze Manus Melkkoker, dames en heren. Heel graag. Oh, dat is mooi, hoor. Neem op de bekende stoel plaats, hè. Is die bekend? Ja, natuurlijk. Oh. En dan gaan we de gebruikelijke vragen stellen dat we even weten met wie we te maken hebben. Ja, vanzelfsprekend. Mijn naam is Manus Melkkoker. Dat wisten we. Oh, dat is genoeg. Nee, maar ik bedoel, we gaan het even hebben over jouw jeugd. Oh, over tot mijn jeugd, tot hoever ja. gaat jouw herinnering nog terug? Wat nou, je die gaat erin terug, hoor. Die gaat heel ver terug. Ik kan mij zelfs nog herinneren. Ik hoorde mijn moeder tegen de dokter zeggen, ik hoop dat het een jongen wordt. Kan ik me nog herinneren? Zo. Kom ik nog met mijn oor tegen de deur al, hè. We rijden wel terug van 4, dus kom ik nog En nou gaan we je even een stem laten horen. Ga je mij een stem laten van horen? Van iemand, nou, misschien dat je de stem herkent. Oh. We gaan even luisteren. Ja. Zoet maar, hoor. Zoet maar. Jij krijgt dadelijk de fles. Oh, wacht even. Is dat die meid van de slijterij bij ons op de hoek? Ja, met die fles. Natuurlijk, daar haal ik iedereen een flesje. Nee, natuurlijk niet. Ik heb het over vroeger. En dat is jullie kraamverpleegster, althans die jou verpleegde en je moeder. Hier is zuster Boersma. Dat is niet waar. Ja, de deur kan open. Ja, hoor. Daar is ze. Kijk nou, toch, ik heb ook wel een verrassing. Dat ik jullie moet zien, hè? Dat is zuster Boersma. Ja, dat zei ik toch? Oh. Ja, dat is Manus. Leuk dat we elkaar weer zien. Ja, ik zie je nog in mijn armen leggen. Ja, als ik toen geweten had wat ik nou weet, had ik het niet op begonnen. Nee. Was een lieve kind. Oh, het was een lekker kokelijk kootje. Kokelijk kootje. Oh, ja, zei u dat al? Dat zei ik altijd tegen jou. Weet je dat? Maar huilde dat hij kon janken de hele nacht door. Ja. Ah, ik lag ook de hele nacht te oefenen, hè? Dus wat je te doen natuurlijk. Ja, zeg, en kunt u zich nog herinneren, nou, zuster Boersma, wanneer hij zo voor het eerst begon te praten? Wanneer voor het oogst? Hij is hele leven gepraat. Ja. Babbelababbelababbelababbel. Maar toen hij 1 jaar was, hè, toen kon hij heel duidelijk papa
Papa, zei je. Ja, ik zei papa, ik ook meteen, maar ik zei het tegen de melkboer. Dat vond mijn verhalen vervelend. Oh ja, natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Nee, Manus, jij maar, zei het tegen alle mannen. Allemaal, leuk, zuster Boersma, dat jullie zo even met elkaar kunnen praten. Dat doen we na afloop van de uitzending nog verder. Zou u even daar op een stoel willen gaan zitten? Natuurlijk, dat heel erg graag. Dan gaat u na de uitzending nog even. Woon u nog steeds boven die schoenmaker? Toen woonde u zo boven zijn schoenmaker ook. Woon u nog steeds? Nee, die woonde naast me. Oh, die woonde naast u. In de Couverne straat. In de Couverne straat, natuurlijk. Die woonde. Oh ja, die gesignaliseerde melkboer. Ja, dat weet ik nog goed. Dat weet ook niks aan, natuurlijk. Hebben jullie hond toch? U had zo'n hond. Grote herder. Die grote herder, ja. Ik heb nou een heel klein tekkeltje. Oh ja, zo'n tekkeltje. Die zijn ook leuk. Die zijn alleen moeilijk zinnelijk. Ja, heel moeilijk. Ik vind het jammer dat ik even tussen beiden moet komen. Maar ik zou je willen vragen om aan die kant te willen gaan zitten. Want we gaan verder met het programma, hè? En klaar is dan weer. Ik zei dat tekkeltje, hoe oud is hij nou? Nou, ach man, wat is de vrouwtje ook? Oh mannetje, want die herder was een vrouwtje, geloof ik, hè? Die herder die je had, dat weet je niet eens meer. Ja, dat was volgens mij een vrouwtje. Dat heb ik ook nog niet bekeken. Oh, hebben we nog niet bekeken? Het is jammer dat ik tussen beiden moet komen. Maar zuster Boersma, wilt u zo goed zijn om daar plaats te nemen? Ja, natuurlijk. Dan kunnen we straks verder praten na de uitzending. U had ook zo'n kokerslopen op die mat liggen daar. Weet u dat nog, die kokerslopen? Weet u nog? Ja, ja. Emmer groene, emmer schoon. Nou, u was me bezig natuurlijk, hè. Dan gewoon mijn goede een schone vrouw geweest, maar, hoor. Nou, daar hebben wij nog vaak over. Ja. Ik vind het erg jammer, u zit zo genoegelijk te babbelen samen. Ja. Maar er staan nog meer mensen achter de deur. Als u, zuster Boersma, hier wilt blijven zitten. Ja. En Manus, als jij daar weer op je oude plaatsje wilt plaatsnemen. Oh, dat is daar, dat u hier. Ja, heel graag. Zo, dank u wel. En fijn dat u er bent. Goed, en dan gaan wij. Nu ome Henk nog wel eens, ome Henk. Die was toch altijd met die liep altijd met die kar, hoe heet die kar? Met zo'n handwagen. Nee, ik kan zo niet praten met mijn zus. Het is de bedoeling dat je nu niet meer praat, want dat gaat na de uitzending gebeuren. Oh. Want ik zei, er zijn nog meer gasten. Mijn zuster. En we gaan. Wat is er met uw zuster? Boers, die is Australië. Dus even vervrijen. Luister. Ja, zit hij in Australië? We gaan een grote sprong maken. Oh. Ja. En we gaan naar de tijd van de lagere school. De lagere school? Aan welke klas heb jij nou nog de meeste herinneringen? Nou, dat was aan de derde klas. Derde klas en heb ik waarom, de meeste herinneringen. Waarom nou juist de derde klas? Daar heb ik het langst in gezeten, hè? Ja. Op zes jaar in de derde klas. Kinderen dachten op de deur dat ik de meeste was. Zie je zo zitten met mijn tas, mijn boeken, mijn griffelen, mijn scheerapparaat. Ja, dat was het. Mooie ja, dat is een lange tijd geweest, maar toch was je schooltijd leuk. Dat heb je ook nog meegemaakt, toch? Nee, even niet. Ik heb een verrassing voor je. Ga je weg? Nee. Loop eens even met me mee naar beneden. Want we gaan nu van achter de deur laten verschijnen een goede schoolvriend van je, met wie je ook nog in de harmonie hebt gespeeld. In de harmonie, ja. Kun je herinneren, hè? Ja, de deur gaat open en let op wat er gebeurt. Overreden door een harmonie, dat verwacht je ook niet natuurlijk. Ja, maar gelukkig, je hebt je niet al te erg bezeerd. Nee, ik heb me niet bij u wel. Nee, ik niet, ik stond opzij. Maar kijk eens even achter je. Waar? Kijk eens even achter je. Kom maar, ineens een dorp zijn binnengekomen. Kom maar, hier is het. Hier al net een jaar geleden, hè. Jongen, wat hebben wij afgelachen, hè. Oh ja.
Wie is hij? Ik ken je niet. Let op, hij gaat het je vertellen. Zeg, moet je luisteren. Ja. Herinner jij je meester Nieland nog? Meester Nieland? Ja, meester natuurlijk, Nieland. Natuurlijk. Meester Nieland ken ik heel goed. Meester Nieland, ken je nu ook? Natuurlijk, we hebben samen bij gezeten. Oh ja? Weet je nog dat hij ons wie is twee... Hij vertelt het je wel, luister maar. Weet je nog dat hij ons 2 uur na heeft laten blijven met Robbie Vinkenborg? Robbie Vinkenborg, natuurlijk. Appelsjatten. Ja. Robbie Vinkenborg, ja, appels, ja. Robbie Vinkenborg ken ik heel goed. Ja, dat is leuk. Ja. Dan herinner jij je ook nog wel Anneke Pom. Anneke Pom. Anneke Pom. Anneke Pom. Anneke Pom. Ja. Anneke Pom. Pom. Kan je wel eens zeggen. Ja. Anneke. Kennen die ook? Anneke Pom. Ja. Anneke Pom. Ja. Wie is hij nou? Dat zal ik je vertellen. Dat is. Weet je van wie ik jou de hartelijke groeten moet doen? Nou. Van Nicootje. Waar kennen die van dan? Nicootje Spoelder! Nicootje, natuurlijk, en Nicootje ken ik heel goed. Van de Klippers, Klipper de Klep, Klep! Van de Klepper, ja, Nicootje Spoelder ken ik heel goed. Ik leef absoluut niet. Het was zeg, hartelijk bedankt en zou u zo goed willen zijn om daar even plaats te nemen naast je collega's van de Harmonie. Zo, en Manus, ga jij weer gezellig zitten op je vertrouwde plaatsje. En dat was even weer een leuke ontmoeting uit... Uit de goede oude tijd. Jij, weet je wel. Zo, maar we kunnen natuurlijk niet te lang blijven praten over... Door, kwijt. Jij, weet je wel. Manus, hallo. We kunnen natuurlijk niet al te lang blijven praten over Barend van Slochteren. Wie is Barend van Slochteren? Dat is de man waar je net mee zat te praten, die nou achter je zit. Nou, dat waren natuurlijk de qua jongensstreken die jullie uithaalden, ja. Jij en Barend van Slochteren. Wie is Barend van Slochteren? Dat is hij van de Harmonie en van de school. Ja. En jullie hebben natuurlijk een bijzonder leuke tijd gehad samen. En ik je weet het niet, hebben wij een leuke tijd gehad? Ja, natuurlijk! Yeah. Nou, goed, dat waren dan de oude herinneringen van vroeger van jou en Barend van Slochteren. Wie is Barend van Slochteren? Van de school en van de Harmonie. Maar we gaan weer een grote sprong maken. Weer? Een grote sprong. En dan gaan we het eens even hebben over jouw eerste meisje, waar je ook mee bent getrouwd. Ook die? Oh nee, alsjeblieft de deur dicht. Zet de bankschroeven erop, jongens. Ga het zachtzaam voor de deur. Houd tegen die deur, niet doen. Laat het gezellig houden. Hier is ze. Hoeft niet. Mathilde. Nou, nee, ja, daar komt ze. De deur gaat open en daar is Mathilde. Nou, ga alsjeblieft zitten en hou je mond dicht. Kijk eens wat een vlieger ineens. Kijk eens wat een vlieger ineens. Wat een bende gehaald. Kijk toch eens even wat een leuk huiselijk tafereeltje ja, zo. Gezellig, ja. Goed. Nou zou ik erg graag willen weten, waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Nou, dat was heel leuk. Hallo, mag ik het even zeggen? Het is mijn programma, ja. Dat was op de kermis, hebben wij elkaar ontmoet. Op een kermis. Ah. Ja. En was dat liefde op het eerste gezicht? Nee, dat was in een spookhuis was dat. Zij werkte daar als natte dweil. Maar ik heb in mijn gegevens staan dat dat liefde op het eerste gezicht was. Ja, wat er verder rond hing, was zij het beste wat er tussen hing. De dood van Pielela en Enge Jan. Nou ja, in elk geval, jullie zijn al bijna 20 jaar getrouwd. Hè? 20 jaar alweer? Dat is... Erg, 20 jaar. Voor een bankroof krijg je 10 jaar, maar ik ga je alweer 20 jaar. En dan zou ik jou, Mathilde, als ik het zo mag zeggen, eens willen vragen. Hoe heb je nou toch 20 jaar interessant kunnen houden met Manus, dat huwelijk van jullie twee? Nou ja, kijk, je moet er natuurlijk voor zorgen er altijd zo aantrekkelijk mogelijk uit te blijven zien. Nou, dat heb je al te goed verborgen weten te houden, hè? En natuurlijk de romantiek in het huwelijk, mag je niet vergeten. Heel begrijpelijk. 1 keer per week gaan we uit eten. Ja, 1 keer per week gaan we uit eten. Zij op maandag en ik op vrijdag. Ja,
Nou ja, in elk geval, straks komt misschien het 25-jarig huwelijksfeest. 25, en dan wordt het natuurlijk een groot feest. Dat kan ik me zo voorstellen. Ik wil je nu stil in. En ja, zo gaan we snel door jullie levens, speciaal jouw leven heen. En we zijn zo langzamerhand gekomen aan het eind van het programma. Ah, we gaan, hè. Maar één man mag natuurlijk niet ontbreken. Eén man? Jullie zoon Alfred. Daar zijn we ook enorm trots op, hè. Ja, die hebben dat ver geschopt, hoor. Hè. Laten studeren. Ja, die hebben het helemaal gemaakt, hè. Want maar je had niet gedacht dat hij hier kon komen. Nee, die kan niet komen. Die heeft daar geen tijd voor. Ja, we zien hem normaal al nooit. Die is altijd bezig, hè. Je had gedacht, het is onmogelijk dat hij hier is. Ja, die jongen, die kennen ze niet missen. Die is bij de hand, hoor. Hè. Dan heb ik een verrassing voor jullie. De deur gaat open en daar komt jullie zoon Alfred persoonlijk. Is hij er toch? Oh! En hiermee zijn we gekomen aan het eind van ons programma van deze week, dames en heren. Tot de volgende keer. Het zit er weer op, hè? De vierde aflevering van de Comedy Parade. Hè? Dan, na deze uitzending krijgt u niet de Comedy Parade, maar dan komt de revue, krijgt u ook nog te zien. Die komt hierna ook nog. We hebben twee afleveringen van de show in, die we in het land hebben gedraaid, dus krijgt u ook nog te zien. En dan allemaal voor de tros natuurlijk. Hè? Voor de, ja, dat hoeft niet, dat heb ik net al gezegd. Voor de tros. Na afloop van dit, dat doen we altijd. Na afloop van dit programma doen we altijd, als de hele serie erop is, dan gaan we even wat drinken met z'n allen. Hier hebben we nog een klein feestje dat allemaal gelukt is. Hè. Dan hebben we vanavond heel leuk, dan gaan we naar een Hawaii bar. Een hele leuke attractie, altijd worden allemaal gesaniseerd. Dus in van die rieten rokjes lopen die allemaal rond. Dan kunnen ze gaan nagaan dat het leuk is. Hè. Nou, de speciale attractie daarvan is dat iedere keer als je een drankje bestelt, mag je één zo'n rietje uit zo'n rokje halen. Vorige keer ook geweest, toen zijn we dronken geworden. Nou, bedankt voor het kijken. Tot ziens allemaal. Dag.